In het gloednieuwe programma Chateau-Meiland-Vips verwelkomt de Meiland-familie wekelijks twee bekende Nederlanders met open armen. Een bijzondere gast die de familie graag wilde ontvangen was Yvonne Koldewijer. Echter, op dat moment stond ze op het punt om te bevallen, wat haar deelname aan het programma onmogelijk maakte, zoals Erika uitlegt. Het Code roos pension van de familie Meiland was in januari niet toegankelijk voor gewone gasten. De kamers werden speciaal vrijgehouden voor bijzondere gasten in het kader van Chateau-Meiland-Vips. Dat vanavond op SBS 6 te zien is. De Meilandjes hadden de mogelijkheid om bij de productie aan te geven welke BN'ers ze graag als gast wilden hebben. Erika deelde met de telegraaf dat ze Katrien Keil, Patti Bart, Koen Pieter van Dijk, Sylvia Geersen en Victor Brand uitnodigden. Ook Yvonne Koldewijer werd benaderd, maar helaas kon ze vanwege haar aanstaande bevalling niet deelnemen. De Meilandjes zijn vol lof over Yvonne, die ook wel bekend staat als de Juiskoningin. Erika benadrukt haar bewondering en zegt: Ik vind haar enig. Ze spreekt haar mening uit en tolereert niet het vreemdgaan van mensen. Bovendien heeft ze het nooit over ons, omdat wij dat soort dingen niet doen. Dochter Maxime deelde eerder haar waardering voor Yvonne in een interview met Grazia. Ze benadrukte het belang van persoonlijkheden als Yvonne, die een tegenwicht bieden aan de ouderwetse media, die soms zaken niet aan de kaak stellen vanwege vriendjespolitiek. Maxime bewondert Yvonne's totale onafhankelijkheid en moed en beschrijft haar als stoer. Al met al blijkt de Meilandfamilie familie niet alleen fan te zijn van Yvonne Kolderweijer, maar ook van haar onafhankelijke houding en moedige karakter. De uitnodiging voor Chateau Meiland-Vips mocht dan niet doorgaan, maar de waardering voor deze bijzondere persoonlijkheid blijft onverminderd groot.